Kinderen van Wereldwijs van groep 6. Dit is juf Mira en vandaag ga ik instructie geven over rekenen. Blok 6, week 2, les 6. Laten we even gaan kijken. De les van vandaag gaat over vermenigvuldigen en delen. En dan wel over hele grote getallen. Nou, we gaan het natuurlijk handig doen, want de grote getallen gaan we wat kleiner maken. Pak je werkschrift voor je. Bladzijden 18, 19 en 20 moet je vandaag maken. Maar we beginnen bij bladzijde 18. Nou, als je die nu voor je hebt, zie je daar een startopdracht. We beginnen met 7 keer 8. Hoeveel is dat ook alweer? 7 keer 8 is 56. En daaronder staat 7 keer 80. Hé, dat is 10 keer zo groot. Dus als 7 keer 8 56 is, is 7 keer 80 560. En nu 7 keer 800. Hé, dat is weer 10 keer zo groot als 80. En 100 keer zo groot als 10, als 8. 7 keer 8 was 56. Dus 7 keer 800 is 5600. Probeer nu de rest eens zelf te maken. En zet maar even op pauze. Dan heb je genoeg tijd. Dan gaan we weer verder. Nou, vermenigvuldigen en delen met honderdtallen. Ik vertelde het al. Kijk maar eens naar het volgende rijtje. En zet hem straks maar weer op pauze, zodat je ze rustig zelf kunt maken. 7 keer 8 is 56. 7 keer 80 is dus 10 keer zo groot. Dus dat is 560. En 7 keer 800 is dus 100 keer zo groot, dus 5600. Probeer het volgende rijtje maar te maken. Succes! Nou, dat was een heel rijtje. Kijk eens naar de antwoorden en controleer het maar. Dat waren de sommen van het vermenigvuldigen. Nou gaan we door naar het delen. Kijk. Hier zie je ongeveer dezelfde sommen, maar dan geen keersommen, maar deelsommen. 35 gedeeld door 5 is 7. Want de 5 gaat 7 keer in de 35. Als ik nou 350 gedeeld door 5 moet doen, is 350 is 10 keer zo groot als 35. Dus wat zie je dan gebeuren? Die 5, hoe vaak past die in de 350? Nou, 70 keer. En de volgende, 3500 gedeeld door 5, is dus 700. Weer 10 keer zo groot. Probeer het rijtje maar te maken. En natuurlijk wil je ze even controleren. Daar komen de antwoorden. Nou, je hebt al heel wat sommen gemaakt, vermenigvuldigen en delen. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nu pas in het werkschrift beginnen. Kijk maar. Je leert sommen als 30 keer 40 uitrekenen met een kleine som.
En je leert ook sommen als 1500 gedeeld door 30 uitrekenen met een kleine som. Net zoals we daar straks hebben gedaan. Maar eerst even een filmpje voor jullie. Daar komt-ie. Nou deed mijn filmpje net ook al een beetje vervelend. Ga het nog een keertje proberen. Wacht even. Nou, die gaan we even overslaan. Let op. 20 keer 400. Hoeveel is dat? Nou, misschien dat je door de uitleg die ik net heb gegeven het eigenlijk al begrijpt. Dan mag je gewoon het antwoord opschrijven. Maar vind je het nog lastig? Doe dan met mij samen de kleine stappen. Dus we maken er een kleine som van. Namelijk... We starten met 2 keer 4. 2 keer 4 weet je, dat is 8. 2 keer 400, die weet je eigenlijk ook, want dat is 100 keer zoveel. Dus 2 keer 400 is 800. En 20 keer 400 is dan nog een keer 10 keer zoveel. Dus dat is dan 8000. Dus 20 keer 400 is 8000. Als je het in één keer weet, mag je het ook in één keer opschrijven. Even kijken. Een verhaaltjesom. Aaron verdient 8 euro per uur met klusjes. Hij werkt 3 uur. Hoeveel geld heeft hij dan verdiend? Nou, het sommetje wat hierbij hoort is 8 keer 3. 8 keer 3 is 24. En dat kan je in het positieschema opschrijven, maar hoeft niet. Nou, tik ik hem even door, want dit had iets te maken met het filmpje. Namelijk, Aaron verdient 24 euro, maar zijn vader verdient niet 8 euro per uur, maar 80 euro per uur. Dus 10 keer zoveel. Dat is 240. En zijn vader werkt niet 3 uur in de week, maar 30 uur in de week. Dus 30 keer 80. Is 2400. Probeer opgave 1 zelf te maken. En daarna mag je door naar opdracht 2. Oké. Dit was de instructie voor les 6. Ik hoop dat dit gaat lukken. Mocht je het lastig vinden, vraag het aan je vader of aan je moeder of laat het ons weten, juf Irma, juf Mira of juf Hilal. Maak vandaag dus bladzijden 18, 19 en 20. Succes en tot de volgende keer!